In een wereld waarin downloaden de norm is en huurders bijna zijn uitgestorven, probeert Eurovideo koste wat het kost te overleven. We kunnen er grappig over doen, maar het zijn zware tijden voor de videotheken. Toch geeft de familie Fransen nog iedere dag plezier in hun werk. Ik hou van films. En ik hou ook van vernieuwing. Huren lijkt niet meer van deze tijd. In 2002 telde Nederland nog 1280 videotheken. En in 2012 zijn dat er nog 350. Films worden gekeken via het internet of on-demand op tv. Volgens Frans is het boetesysteem funest. Hun oplossing? Je koopt een film en als hij niet bevalt, kun je hem voor een klein bedrag inwisselen voor een andere film. Geen boetes meer. Want zelfs een vaste klant vergeet nog wel eens een dvd terug te brengen. Oh, heel vaak. Ja, dat is heel vaak het geval geweest. Dat er gewoon een paar dagen overheen ging en toen zag ik die dvd liggen. En toen dacht ik, oh ja, hij moet nog terug en die week is al lang om. En dan zat er een boete aan vast. Maar ook de videotheek was niet blij met dat boetesysteem. Vervelende telefoontjes. Voor mensen zijn die dan storend van, we willen u eraan herinneren dat de films terug moeten, want de films zijn gereserveerd. En daar willen wij dus eigenlijk vanaf. Heeft u er ooit aan gedacht om te stoppen? Nee. Nee. Wel om het anders te doen, niet om te stoppen. Of de familie Fransen het tij kan keren en zal overleven in de wereld van de film, zal de komende maanden blijken. Wordt vervolgd.